Ja, er zijn mensen die gaan op vakantie. Er zijn mensen die moeten het ook gewoon lekker in de buurt doen. Ik ben in Maassluis en ik praat met Aniek over Maassluis. Maar Aniek, wat is jouw functie hier in Maassluis? Ik ben city marketeer in het mooie Maassluis. En hoe werkt dat? Wat doe je dan precies? Dan hou ik me bezig met de promotie van de stad. Eigenlijk zet ik Maassluis op de kaart als een prettige stad om in te wonen, werken, winkelen, recreëren en verblijven. Is het eigenlijk een soort oude vorm van de VVV? Het infocentrum wat wij hier hebben wel, ja. Maar dan over de promotie van Maassluis. Hoe doe je dat? Hoe zet je Maassluis op de kaart? Wat zijn de sterke punten? Ja, we hebben heel veel sterke punten. We hebben heel veel historie. We hebben heel veel. Het belangrijkste hier is wel de Maassluisse sleepboothaven. En dat trekt gewoon automatisch mensen. Wat is daar zo bijzonder aan? Er liggen schepen die inmiddels met pensioen zijn, maar wel elke zaterdag worden ingezet om te varen. En daarin, met die verdiensten, kunnen ze zich weer. Kunnen ze hun onderhoud voorzien, zeg maar. Heb je enig idee waar mensen vandaan komen uit de regio die Maassluis bezoeken? Ja, dat hebben we. Eigenlijk komen ze uit het hele land. Maar we verwelkomen zelfs mensen uit Duitsland, Amerika, Japan komen mensen wel vandaan. Het is maar net. Ik denk niet dat dat op basis van de promotie is, maar wel. Toch ook wel. Ik denk dat ze wel plaatjes zien van hoe mooi het hier is. Het is gewoon mooi. Nou kom ik zelf uit Schiedam. Heb je daar enig beeld bij? Jawel, ik ken Schiedam wel. En ik vind Schiedam ook erg leuk. Wat zou jij promoten van Schiedam? Eigenlijk ook wel de historische binnenstad. Dat vind ik, ja, en de haven. Even over het toeristenseizoen. Wanneer begint het hier zo'n beetje te lopen? April. April tot en met oktober. En wat moeten we ons dan voorstellen? Bussen vol of mensen die in hun uppie komen? Bussen niet zo snel. Want dan heb je ook te maken met tour operators die echt reizen organiseren. Nou, als je hier met een schip wil meevaren, dan kunnen er maar 12 op. Dus het is niet heel erg geschikt voor tour operators. Maar er komen mensen fietsen, wandelen, varen. Heel veel mensen die gebruik maken van de goede metroverbinding, van het groene achterland wat we hebben. Dus ja, het is gewoon een centrale plek voor heel veel moois. En we zijn natuurlijk trots op onze historische binnenstad. Dat vinden we. Nou, heeft ieder dorp en iedere stad heeft een soort jaarfeest, iets bijzonders. We hadden in Schiedam de brandersfeesten. Wat is de topper van Maassluis? De Furiade dan, hè? Even vertellen, wat is dat precies? Dat is een maritiem stadsfeest, kort gezegd. Met veel plezier, veel schepen, veel muziek, braderie, kermis. Echt het feest waarvoor mensen thuis blijven, zeg maar. Dan even over Maassluis in het algemeen. Is Maassluis overigens een stad of een dorp? Een stad. We noemen onszelf ook wel de eerste stad aan de Waterweg. We zijn natuurlijk officieel liggen we aan het Scheur, maar in de volksmond heet dat Waterweg. We zijn gewoon een toeristisch stadje, denk ik wel. Ten slotte, mensen uit Schiedam met name die een keertje naar Maassluis willen komen. Wat raad je hen aan? Hoe moeten ze het aanpakken? Met de metro. Of met de fiets. Ja, je kan ook met de auto komen, want parkeren is hier gratis. Overal. Ja, wat doe je als je in Maassluis bent? Dan ga je ook een hapje eten. Een Schiedamse. Lucien Spek. Lucien, wat hebben jullie voor zaken in Maassluis? Wij hebben een brasserie in Maassluis. Maar dit is niet de eerste zaak. Je hebt een heel horecaverleden. Vertel. Ja, we hebben al zoveel gedaan. We zijn begonnen met de cafetaria. Daarna zijn we naar Spanje verhuisd. Weer teruggegaan. We hebben de exploitatie in Vlaardingen gedaan van het zwembad. Een lunchroom in Rotterdam gehad. De bezorgbeer opgezet. Toen zijn we weer in Maassluis beland. Hoe is het met je herinneringen aan Schiedam? Want je bent geboren in Schiedam. Ja, ik ben geboren in Schiedam. Maar ik woon al langer in Maassluis dan dat ik in Schiedam woon. Dus ik voel me echt Maassluisse. Kom je nog wel eens in Schiedam? Bijna niet. Nee? Nou, als ik met mijn vriendinnen afspreek of lekker een hapje eten ergens. Dus. Nou, hebben jullie een zaak waarvan ik denk van nou, dat moet flink gewerkt worden. Hoe is het horecaleven in het algemeen ook in Maassluis? Dat is hartstikke goed.
We hebben heel veel toeristen op het moment. De Maassluisers gaan heel veel uit eten. Dus de horeca floreert wel hier in Maassluis. Maar 7 dagen per week open? Wij zijn 7 dagen in de week open, ja. Wat trekt jou met name in de horeca? De gasten, de gezelligheid, lekker zorgen voor mensen. Ja, dat is toch het leukste wat er is. In Schiedam hoor ik wel eens vaak in de horeca dat het moeilijk is om personeel te krijgen. Nou, ik zie hier volop personeel lopen. Gaat het jullie goed af? Gaat ons redelijk goed af, ja. Gelukkig wel. Wat is de kunst om personeel vast te houden? Lief voor ze zijn, hè?